Wij zijn samen één. Welkom ook allemaal. Ik begreep net dat de deur gesloten moest worden vanwege de enorme belangstelling. Dus waarschijnlijk zijn er een aantal mensen teleurgesteld die er niet meer bij in kunnen. Dus dat is op zich jammer. Valt mee? Nou, valt mee. Iedereen is binnen. Oké, nou dan is dat in ieder geval iets wat geregeld is. Ik probeer jullie in een vogelvlucht mee te nemen in wat er in de wereld gaande is. En uiteindelijk komen we dan in Loenen. En uiteindelijk komen we dan bij de Vrijenberg, wat daar de plannen zijn. Apeldoorn moet, jullie zien natuurlijk allemaal de beelden, het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat de meeste mensen, dat er bijna geen dag voorbij gaat of er is wel iets van vluchtelingen of crisis wat door ons land heen gaat. En nou, de laatste weken, de actuele ontwikkelingen zijn ook immens. En dat ontgaat mij ook niet en dat raakt mij ook wel als burgemeester. Ik heb afgelopen weekend nog met de Joodse gemeenschap in Apeldoorn gesproken. En u zult zich begrijpen dat een aantal van die mensen zich echt inmiddels onveilig op straat voelt. En dat raakt mij ook en daar gaan we natuurlijk ook in Apeldoorn en ook in de dorpen zo goed mogelijk mee om. Zodat iedereen zich in Apeldoorn veilig kan voelen en dat dat ook zo blijft. Het was een volle zaal, het was druk. De gemoederen liepen hoog op. Hoe heeft u deze avond ervaren? Ja, de avonden zijn altijd vol vragen en ook vol emotie. Gemoederen liepen hoog op, heb ik zo verstaan. De mensen hebben oprechte en terechte vragen. Die probeer je zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik kan niet in één avond zorgen wegnemen. Ik kan wel zo open en eerlijk mogelijk vertellen hoe ik denk dat die noodopvang hier gaat verlopen. En ik denk dat dit een informatiebijeenkomst was. Er komen straks nog inloopbijeenkomsten in het hotel zelf. En ik hoop met de Dorpsraad en de omwonenden en maar zeker ook de mensen in Loenen dat we aan de slag kunnen. Een aantal vragen zijn ook echt terecht, daar moeten we ook mee aan de slag. Nou, het was inderdaad overvol, maar dat betekent ook dat het leeft en ik begrijp dat ook wel. Meneer Wilbrink, u bent voorzitter van de Dorpsraad van Loenen. Wat waren uw bevindingen van deze informatieavond over de opvang van 120 tot 150 asielzoekers? Aan de ene kant zie ik dat er veel ongerustheid is bij de bewoners. En dat heeft te maken met de opvang daar te plaatsen en de onveiligheidsgevoelens die er leven. Maar ook concrete gevoelens van onveiligheid die te maken hebben met de verkeersveiligheid daar te plaatsen. Maar ook de zorgen die het heeft richting de voorzieningen die er zijn in ons dorp. Wat betekent dat voor ons dorp? Dus dat zijn wel aandachtspunten die wij mee moeten nemen richting gemeente, maar ook richting COA. En er hangt natuurlijk wat onvrede, wat onduidelijkheid. En ik denk dat er een hoop vragen nog niet beantwoord zijn. En ik hoop dat we daar de komende weken, maanden wel een goed antwoord op krijgen. Ja, wat zou u als voorzitter van de dorpsraad nou als een soort samenvatting kunnen geven van de grootste zorgen en of angsten die er leven, ook na deze avond? Nou, de grootste zorgen die zit in het aantal. Want is 150, een opvang van 150 asielzoekers daar te plaatsen niet te veel? Kunnen we dat wel aan? En brengt dat niet heel veel onrust en overlast met zich mee? Het andere is de verkeersveiligheid daar te plaatsen. En dat is toch wel een aspect die wij ook bij de provincie al onder de aandacht hebben gebracht. En daar moet echt wat aan gebeuren. En met voorrang. Ja, en heeft u het dan over een specifieke weg of straat? Nou ja, als u de locatie kent, het hotel dat ligt strak tegen de N786 aan. Dat is een gebiedsontsluitingsweg met heel veel vrachtverkeer. Waar hard wordt gereden. Waar geen oversteekplaatsen zijn, waar geen voetpad is, waar de eerste beste bushalte 500 meter verderop ligt. Dus de mensen moeten over de rijbaan of over het fietspad richting die bus of richting het dorp. Dat brengt heel veel onveiligheid met zich mee. Nou, u weet zelf ook dat heel veel asielzoekers die gaan te voet of proberen te gaan fietsen. En we houden ons hart vast als het gaat over de veiligheid van hunzelf. En daarnaast denk ik dat we ook waarborgen moeten stellen om te zorgen dat er niet veel onveiligheidsincidenten plaats zullen vinden. Nee, is er iets bekend over de reactie van de Provinciale Staten hierover?
Nou, we zijn met de provincie in overleg om te kijken of de wegenstructuur niet aangepast kan worden, maar naar voren getrokken kan worden. Zoals u misschien weet is er een project Wegennet Eerbeek-Loenen 2030, die volgend jaar pas het levenslicht gaat zien in een koersnota 2. Maar de realisatie zal nog langer op zich laten wachten. Dat wordt pas 2026-2027, nog veel verder. In de tussentijd hebben wij te maken met 120 tot 150 asielzoekers die daar aan een hele drukke weg bivakkeren. Ja, dat is natuurlijk ook een gevolg van. Hoe zou u na deze avond het verloop willen zien, maar wel ten aanzien van de beslissingen die vanuit de gemeente Apeldoorn genomen zijn? Nou, in eerste instantie, dat zei ik in het begin ook al, bij de bijeenkomst, hadden we graag overleg willen hebben voordat de besluitvorming plaatsvond. Dat is niet geweest voor wat betreft de opvanglocatie al daar. Maar ik ga ervan uit dat dat overleg zeer zeker plaats gaat vinden voor de toekomst. Want er zijn meer aspecten die je met zich meebrengen. U hebt veel onrust gehoord binnen de zaal, maar er zijn ook heel veel mensen die wel wat willen betekenen. Die willen samenwerken. Die misschien wel een project willen opzetten, zoals men in Beekbergen gedaan heeft. Om te zorgen dat die mensen ook goed opgevangen worden en voor zover dat mogelijk is kunnen integreren in onze samenleving. Dus dat is de andere kant van de medaille, daar moeten we nog heel veel gesprekken over hebben. En een van de dingen is, die erachter vandaan komen, is de evaluatie over 3 jaar. En daar willen we toch nadrukkelijk bij betrokken worden. Ja, dat begrijp ik. De evaluatie over 3 jaar, als u dat zegt, dan doelt u waarschijnlijk op of dit gaat om een tijdelijke noodopvang of dat het misschien wel verlengd wordt. Want die geluiden heb ik ook gehoord vanavond. Zoals de insteek nu is van de gemeente, is een opvanglocatie voor 3 jaar. Met de mogelijkheid om het te verlengen met 3 jaar. Maar dan ga ik vanuit dat er tegen die tijd een hele goede evaluatie plaatsvindt. En sterker nog, dat in het omwonende overleg, of het overleg die men met de dorpsraad heeft, ook de incidenten goed besproken worden. En dat we de problemen die zich kunnen ontstaan, dat we dat kunnen tackelen. Ja, en als u het heeft over samenwerking tussen partijen, beide partijen of meerdere partijen, wat zou u het liefst van de gemeente willen dat zij misschien een handreiking doen? Of zouden u als dorpsraad daar nog meer op in willen zetten? Waar ik op in wil zetten is dat de gemeente ook haar invloed toepast richting de provincie over de verkeersveiligheid. Dat men ook goed kijkt naar de voorzieningen die er zijn op dit moment in Loenen. Elk verkeersongeval is er 1 te veel. Maar het heeft niet alleen te maken met de inrichting van de situatie, dat geldt ook voor het kanaal. De mensen die weten van de dodelijke aanrijdingen die daar zijn geweest, die hebben niet allemaal te maken met hoe de weg is ingericht. Die hebben vooral en bovenal te maken met het eigen rijgedrag van mensen zelf. Waar we het niet over gehad hebben is, gaan kinderen naar de basisschool in Loenen? Hoe staat het met de voorzieningen zoals de tandzorg, de dokter? De fysiotherapie, dat soort voorzieningen moet ook goed over nagedacht worden. En ik verwacht van de gemeente dat zij daar ook een bijdrage in leveren. Ja, en wat is er dan iets, als ik het zo moet zeggen, dat u daar dan als dorpsraad of daar tegenover kan stellen om misschien tot een compromis te komen? Nou, ik denk dat het compromis al ligt verborgen in het feit dat wij best wel mee willen werken in de opvang van asielzoekers. Maar dat er goed na moet worden gedacht over de randvoorwaarden die erachter vandaan komen. En daarvoor willen we graag een deal maken met de gemeente. Er waren grote zorgen en ook wat angsten over voornamelijk de veiligheid. En dan waren het geluiden over verkeersveiligheid, maar ook de veiligheid van kinderen en opgroeiende kinderen. Mensen maken zich daar echt druk over. Wat is daar een oplossing voor of een eventuele geruststelling misschien? Ja, nou, waarborgen, garanties werden gevraagd. Die kan ik niet geven. Ik kan wel zorgen dat we zo goed mogelijk met die zorgen omgaan. We zien dat natuurlijk op meerdere plekken waar we als gemeente de ruim 900 asielzoekers en ruim 1300 Oekraïners in de komende maanden moeten gaan huisvesten. Daar zijn altijd zorgen over en ik begrijp dat ook. En die kan ik ook niet in één keer wegnemen. Ik kan wel zeggen daar begrip voor te hebben en als we er iets aan kunnen doen met veiligheid of beveiliging of extra inzet van BOA's, ja, dan zullen we daar ook zo goed mogelijk naar kijken. Maar ook vanavond komen er weer allerlei andere vraagstukken naar boven die allemaal te maken hebben met de leefbaarheid van stad
dorpen, wijken, buurten. Omdat men zich in Nederland oprecht zorgen maakt over de woningmarkt, over het aantal arbeidsmigranten, over wat er met woningen gebeurt. Zijn er voldoende woningen voor onze jongeren, voor onze ouderen? Hebben ze dan nog wel zorg? Ja, dat zijn allemaal ingewikkelde vraagstukken die hier ook langskomen. En natuurlijk ook terecht dit dorp en dan 120, 150 asielzoekers, is dat niet te veel? Ja, die vragen hoor ik ook, maar wij zitten ook met de handen in het haar waar we de mensen kunnen huisvesten, ook in Apeldoorn en ook in de dorpen. Maar ik heb het dorp vanavond ook weer goed gehoord.